Daarachter is het wachten op de aanval van Freedom Fighter. En achter Freedom Fighter aan de binnenzijde. Hier is Stoff Blue dichterbij. Gaat dan ook nog altijd geweldig mee, die Hunter Montana. En dan gaat het hier echt hard op weg naar die laatste bocht. En moet Koper even passen. Want aan de buitenzijde drukt hij door. Il Classico Renka. Maar kijk naar Jaap van Rijn. Hij heeft hem sterk in de hand, hoor, die Freedom Fighter. En die lijkt hier klaar om toe te slaan. En daarachter komt ook Hunter Montana naar voren. Het zijn de drie favorieten. Die gaan het uitvechten. Gaat Jaap van Rijn een stokje steken voor overwinning nummer 3000? Van Ruud Pols, of gaat hij het doen op de baan waar hij het allerliefste wil doen? Ruud Pols in de laatste rechte lijn. Il Classico Renka, daar is hij. Nummer 3000 of niet? Het is heel close. Nee hoor, Jaapie verpest het of niet? Hoehoe, de aankomstrechter mag het uitzoeken. Het is in ieder geval de Hunter Montana die ze voor moest laten gaan. Wat een mooie strijd. Il Classico Renka en de Freedom Fighter in een fotofinish. Het is een... Bij de boekmakers een quote van denk ik 100 tegen 1, maar Ruud's 3000ste. Geschiet in dead heat. Twee winnaars, dames en heren. Het heeft op zich wel wat, ja. Freedom Fighter en Jaap van Rijn als mede Il Classico Renka en Ruud Pols zijn de winnaars geworden van de Mart Bakker Expo BV prijs. En een dead heat, dames en heren, dat is gewoon een overwinning. Dus... Ja, sneeuwt Jaapie misschien een beetje onder in de feestvreugde die georganiseerd is voor Ruud Pols. Maar mooi. Om twee winnaars hier samen te hebben. Sharon is als eerste bij Jaap. Jaap, eerst jij dan maar. Je staat er toch. We hebben één deken. Dat is een beetje jammerlijk. Maar Ruud krijgt ook nog een deken, dus ik denk dat we deze gewoon aan jou geven. Kan je ermee leven? Ja hoor. Nou ja, de deken is voor Jan. Dus. Ik kreeg hem lekker. Nou ja, het paard is eigenlijk wel goed. Tenminste goed, conditioneel, maar hij was heel moeilijk te sturen. En, ik zag het, ja, één lijn. Ja, dus dat, anders hadden we wel gewonnen, maar ja, gelukkig winnen we nu nog met een dead heat. Maar anders hadden we waarschijnlijk net een neusje ervoor geweest. Maar goed, het paard is conditioneel weer goed en nog wat kleine puntjes op de i en dan doet hij weer mee. Mooi, dat is één winnaar in ieder geval. Die heeft inmiddels de Mart Bakker Expo deken opgekregen. En dan zo dadelijk, als Jaap zijn eerronde heeft gereden, maar even alle aandacht voor Ruud, want de feestelijkheden rondom zijn 3000ste zijn inmiddels al in volle gang. Felicitaties aan de familie Sas, eigenaren van deze geweldige Freedom Fighter, die overwinning nummer 17 uit zijn prachtige carrière weet te boeken. Ja Ruud, wie had dit kunnen bedenken dan? Wat bedoel je? Dat je hem in dead heat pak, je 3000ste. Niemand natuurlijk, maar ja, het telt even goed, denk ik. Er zullen er wel meer zijn geweest, toch, in die 3000 die je in dead heat hebt gewonnen? Ja, met mijn broer nog op Willem. Ja, dit is, kijk, het is een droom om hier... En, nou ja, het is gelukkig geluk. Het is... Ja, fantastisch. Ja, ik denk Thomas geeft wel over, maar ja, die gaf nul op de rakest. Nou ja, ik denk dan... Gok ik maar, tenminste, ik kon niet anders, dus maar ja, ik zag wel dat Jaap op mijn rug zat. En die kwalificeerde al een paar keer goed. Die kende je ook wel? Die kende ik ook wel, dus die loopt hier ook goed, maar ja, prachtig, prachtig. Wat heb je in je hand, Ruud? Een klein kindje. Hé, hey, daar zijn ze hoor. Ja, dat is mijn trots. Dat is prachtig. Dit is schitterend. Ja. Hé hey, Ruud, we nemen je even terug in je carrière. Wat zijn de allermooiste herinneringen? Ja, ik heb veel mooie dingen. Ik heb kampioenschap gewonnen, ik heb ja, jubel of vrienden aan Stambach toen. Ja, ik heb hele mooie overwinningen gehaald en ja, ik ben gewoon trots dat het nou hier gelukt is. 4000 zal wat te veel gevraagd zijn, maar 3500 gaan we daarvoor? Nou, ik weet, denk het niet, maar ik ben hier al heel erg blij mee. Ga nog even door, hè? Ik ga nog even door. Mooi Ruud, dankjewel. Dames en heren, Ruud Pols, 3000 overwinningen. Mag ik uw applaus? En hij heeft een prachtige deken gekregen van zijn werkgever, Topkip Ruud Pols. 3000 keer eerst en Ruud gaat zijn eerronde rijden, dames en heren. Eens even kijken of u dit wel op waarde inschat. Dat is even de grote vraag, want ik mag toch aannemen dat u even naar buiten komt. Naar buiten komt voor een fantastisch mens, voor een groot kampioen. En voor een man met 3000 zegens op de teller. Niemand minder dan onze Ruud Pols.
Nog 50 meter. En dan gaan ze, de start is gevallen. Bliksemstart voor een viertal paarden. Waarbij er op weg naar de eerste bocht een strijd om de leiding ontstaat. Die gewonnen wordt door Thomas Bos met Vadai Scott. We hebben Vadai Scott op weg naar de eerste bocht die hier de leiding in handen heeft genomen. We zien in het achterveld een galop paarden. Ik denk voor Victor Imoco. Ik kijk even goed of dat inderdaad André was. Uitgeschakeld, nummer 9. We kunnen niet zeggen dat u voor die galop paarden niet gewaarschuwd was. We gaan op weg naar de verre linkerbocht, de Boko-bocht om precies te zijn, met Vadai Scott die daar als eerste aangekomen is. Vadai Scott heeft een lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan Marco Spin met zijn Fleur Zwageman. Die heeft mooi zijn post kunnen vatten aan de relingzijde van de baan. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune met Sietske de Vries dan als derde met haar nummer 1. En dat is Iristof Blue. En aan de buitenzijde komt er wel wat reactie in het veld. Want er proberen paarden naar voren te komen in deze Mart Bakker Expo prijs. En een daarvan is Ruud Pols op jacht naar overwinning nummer 3000 met zijn nummer 10 Il Classico Renka. In de rug krijgt hij mee Jaap van Rijn met Freedom Fighter. En dan pas de favoriet, paard nummer 8, Hunter Montana. Maar die opening in de beginfase, die is hard geweest. En dus moeten er wel mogelijkheden liggen. Ik ben even in dubio of het welke Zwageman nou precies op plek 2 ligt. En inmiddels heeft Ferry mij kunnen helpen. En die zegt dat is wel degelijk Andrea met Mats Wester. En dan weten we dat. En dan is Fleur het paard dat op dit moment als laatste in beeld is. Hebben we dat ook weer rechtgezet? Is de Boko-bocht alweer bereikt? En komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune met Vadai Scott aan kop van het veld. Vadai Scott met Thomas Bos brengt ze de rechte lijn in. Aan de buitenzijde geen makkelijke koers voor Il Classico Renka. En dus in een hele mooie uitgangspositie Jaap van Rijn achter Freedom Fighter. En ook Michel Rotengatter met zijn Hunter Montana daar goed bij. Zo gaan we de laatste ronde in met nog altijd die Vadai Scott aan kop van het veld. Onder druk van Il Classico Renka. Aan de binnenzijde geen meter te veel voor Andrea Zwageman. Daarachter is het wachten op de aanval van Freedom Fighter. En achter Freedom Fighter aan de binnenzijde Iristof Blue. Dichterbij gaat dan ook nog altijd geweldig mee die Hunter Montana. En dan gaat het hier echt hard op weg naar die laatste bocht. En moet de koploper even passen. Want aan de buitenzijde drukt hij door Il Classico Renka. Maar kijk naar Jaap van Rijn. Hij heeft hem sterk in de hand hoor, die Freedom Fighter. En die lijkt hier klaar om toe te slaan. En daarachter komt ook Hunter Montana naar voren. Het zijn de drie favorieten. Die gaan het uitvechten. Gaat Jaap van Rijn een stokje steken voor overwinning nummer 3000 van Ruud Pols? Of gaat hij het doen op de baan waar hij het allerliefste wil doen? Ruud Pols in de laatste rechte lijn. Il Classico Renka. Daar is hij. Nummer 3000 of niet? Het is heel close. Nee hoor. Jaapie verpest het. Of niet? Hoehoe. De aankomstrechter mag het uitzoeken. Het is in ieder geval voor Hunter Montana die ze voor moest laten gaan. Wat een mooie strijd. Il Classico Renka en Freedom Fighter in een fotofinish.